Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, heeft onlangs haar 60-jarig bestaan gevierd. In dit kader organiseert zij een driedaagse expositie en beurs die zal laten zien welke rol het ministerie vervult binnen de samenleving. De opening van de expo heeft vandaag plaatsgehad in de congreshal. NH-directeur Dave Abeleven liet de ontstaansgeschiedenis van het ministerie de revue passeren. Het ontstaan van het ministerie van opbouw in 1958 werd vooral ingegeven door een duidelijke visie om met de grootst mogelijke voortvarendheid de systematische inventarisatie en waardering van het natuurlijk potentieel van Suriname ter hand te nemen. Hierbij stond centraal dat middels een planmatige aanpak de economische benutting van het natuurlijk potentieel voorbereid en uitgevoerd moest worden. Het kwam kortweg erop neer dat inhoudsbepaling, prioriteitsstelling en vormgeving van de nationale ontwikkelingsaanpak en beleidsvoering ten aanzien van het natuurlijk potentieel van onze republiek vooral centraal stond bij dit departement. Abeleven stond ook stil bij de verschillende ontwikkelingen die het ministerie de afgelopen 60 jaar heeft meegemaakt. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het ministerie is er ook een nieuw logo ontwikkeld dat vandaag aan het publiek is gepresenteerd door Gloria Liquichou. In het midden zien we de letters NH, heel duidelijk de initialen van ons ministerie. NH is een begrip geworden in de Surinaamse samenleving. Iedereen weet wat dat betekent. Het is een stabiel en sterk merk. Vanuit het Die initialen ontspruiten de volgende zaken. We zien de lichtblauwe kleine golf in de hoek. De lichtblauwe kleine golf die staat voor waterkracht, energievoorziening, dynamiek en rationaliteit. De gele andere golf die we zien ontspruiten uit de initialen van NH symboliseert de mijnbouw, zonne-energie, focus en creativiteit. De Surinaamse vlag staat voor de ontwikkeling van de natie en de interdisciplinaire samenwerking en eenheid zowel binnen als buiten het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De mens in het logo symboliseert positiviteit en optimaal beheer van de menselijke hulpbronnen. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen stond stil bij de ondersteuning die het ministerie van verschillende landen en organisaties heeft ontvangen. We cannot forget to mention India. India has helped Suriname tremendously and has set out a 20 million grant to help us get renewable energy going in Suriname. These are the kind of cooperations that we want to set out in the future, because together we will make it. Together we have the potential to do more, to reach farther. And in this new era for the Ministry of Natural Resources, because we will be here forever. It will last forever because of our abundance of natural resources. NH minister Dodson vandaag bij de opening van de expo in verband met het 60-jarig bestaan van het ministerie. Op deze expo en beurs zullen het ministerie van RGB, GLIS, het Bauxiet Instituut Suriname, Grasalco, de EBS en SWM vertegenwoordigd zijn. De expo die in de congreshal wordt gehouden loopt tot 20 oktober.